Karam is hier voor de, ik weet niet hoeveelste keer, welkom in mijn programma. Zoals u groet. Hariom Tassat. Laat me heel even uitleggen waarom u weer in mijn programma bent. Ik heb een reclame laten lopen op de eilanden. En de mensen mogen kiezen, nog steeds mag dat, verschillende topics die ze graag op tv willen hebben. Nou, en één topic, Karam, die ik vanuit Curaçao waren dat meer dan 200 e-mails. In Aruba bijna 100. Bonaire, ik weet niet hoeveel meer. En zelfs Nederland hebben één topic gekozen. De dood. Wat gebeurt met mensen na de dood, met ons? Ja. En ik heb wat huiswerk gedaan. Ik heb wat andere pastoren gebeld om wat background informatie te hebben, wat hun denken. En ik ben benieuwd in uw filosofie, ja. wat eigenlijk is het dood zijn, doodgaan en wie is de dood? Dat is en wordt direct mijn eerste vraag. Oké, ja, dus er zijn twee vragen. Wie is de dood? En hoe wij doodgaan? Pontje Castro. We moeten eerst begrijpen, als we gaan praten wat doodgaan is en wie de dood is, dan moeten we eerst weten wat leven is. Wat leven is en dan gaat die dood natuurlijk. Okay. Ja, het leven eindigt eigenlijk, hè? Ja, zoals de mensen zeggen, hè? Maar mijn filosofie zegt direct dat wij nimmer geboren worden en dat we nimmer doodgaan. Dus we zijn nooit geboren, we zijn nooit doodgegaan. We zijn nooit geboren, we zijn nooit doodgegaan. Dat zegt de Hindoe God. Er is maar één God. Dus God zegt, nimmer worden wij geboren en nimmer gaan wij dood. Alleen onwetende mensen zeggen dat men doodgaat. Ik geef je een simpel voorbeeld. Als je een kind zal vragen, 's morgens als de zon opkomt, ziet hij die zon. Maar als die zon beneden is gegaan, dan zou hij zeggen, de zon is doodgegaan. Maar wij als intelligente mensen weten dat die zon een ronding gemaakt heeft. Hij is even onzichtbaar geworden en daarna wordt hij weer zichtbaar. Dus de vraag is nu, wat is nou doodgegaan? Er is niks doodgegaan. Daar heb ik vandaag een lucifer meegenomen om je te demonstreren. Ja. Er zijn hulpmiddelen. We strijken deze stokje en het vuur is ergens vandaan gekomen. Ja. Het vuur zat niet in de stok. Want we kunnen ook twee stenen nemen, waarbij van elkaar ontstaat de vonk. Ja. Twee stukje ijzer ontstaat vonk. Maar dat kwam toch door energie? Ik heb een beetje scheikunde gehad op de tafel. Ja. Dat is wrijving. Wrijving, ja. Wrijving. Als jij in je handen wrijft, ontstaat vuur. Daarover wil ik het hebben. Ja, okay. Maar dit vuur is uitgegaan, is verdwenen. Maar wie zegt dat hij verdwenen is? Ik strijk hem weer. En er is hij is weer. Ja. Dus het vuur verdwijnt niet. Hij wordt zichtbaar en hij wordt onzichtbaar. Nu heb ik hier vuur aangedaan. Kijk, dit vuur. Die zet ik hier. Die zet ik hier. En dit vuur waar ik het vandaan heb genomen is niet kleiner geworden. Zo ga ik miljarden vuur aanmaken. Uit één kleine vuur. En ze worden allemaal even groot of groter. Maar die ene wordt niet minder. Dus het oorspronkelijke vuur, dat is het kosmische vuur. Dat is God. Dus uit God zijn we allemaal ontstaan in kleinere delen. Als je al deze vuur van ons, planten, dieren en allemaal wat in ons leeft, bij elkaar optelt, dat is dan het kosmische vuur, dat is God. Dus wij ontstaan allemaal in kleine stukjes uit God, het oorspronkelijke God. En daar moeten wij op den duur teruggaan. Dus die ene die ik net zo heb gedaan, hij is uitgegaan. Hij is weer teruggegaan naar de kosmische, de oorsprong. Dus wij gaan steeds terug naar de oorsprong. En wij komen steeds terug uit de oorsprong. Nou, dan vraag je je af, wat gaat dood? Wat dood gaat, is dit fysieke lichaam dat wij hier gekregen hebben. Dat kleine vuur dat terugkomt, dat komt in het mannelijke lichaam. Wij zijn gematerialiseerde kosmische energie. Dit kosmische energie, die gaat in het mannelijke lichaam.
Hij krijgt een dunne, doorzichtige lichaam, wat we sperma noemen. Gaat door de buis van de man. Door wrijving wordt hij gestimuleerd. Gaat via de buis van de man, door de sperma, in het buis tijdens de wrijving in de vrouw. Daar begint hij een materiële lichaam te krijgen. Kosmische vier die gematerialiseerd wordt in het moederbuik. In de buis, hè, de baarmoeder. Ja. 9 maanden, de 9 planeten hebben, elk planeet hebben hun tijd van een maand om die embryo daar hun deel te geven. Dus 9 maanden lang krijgen ze energie van de 9 planeten. En na 9 maanden heeft hij zijn kostuum gekregen. Kostuum die steeds sterft. En het kind komt weer uit een buis. Hij wordt geboren. Dus dit kind, ik wil niet onderbreken. Ja? Dit nieuwgeboren kind, ja, heeft zijn bestaan te danken aan die 9 planeten. Aan de 9 planeten. En natuurlijk, de dichtstbijden zijn de hemellichamen. De zon en de maan spelen een hele belangrijke rol. Dus we gaan even verder. Het kind wordt geboren. Het pleegt handelingen. Ja. Karma dus. Goed en slecht en dit en dat. Dit goed en slecht bepaalt hoe het kind nu hier gaat leven. Hij gaat oud worden. Hij wordt weer een baby. Want hij gaat weer, als hij oud is, zo hulpeloos worden. Hij gaat weer in luier poepen. Mensen moeten hem weer helpen. En hij verlaat weer door een van de 11 tunnels van onze lichaam, ja, verlaat hij het lichaam weer en hij wordt weer onzichtbaar, net als het vuur. Hij is weer weg. En hij heeft dit kostuum, wat hij hier gekregen had, heeft hij weer gelaten. Heb je hem door? Ja. Dus dit kostuum krijgen we hier en we laten hem hier en we verdwijnen weer. Maar nu heeft de karma bepaald, als hij straks weer moet terugkomen, door de buis van de vader, in de moeder, dan wordt bepaald welke kostuum hij nu gaat krijgen aan de hand van zijn handelingen die hij gepleegd heeft. Okay. Als hij slecht gehandeld heeft, mensen vermoord, dieren vermoord, mensen bestolen, gelogen, dit en dat, dan krijgt hij nu tekortkomingen in het nieuwe lichaam. En dan wordt het net als een gehandicapt kind geboren. En dan zeg je, oh zielig, het kind is zo handicap geboren. Hoe heeft God dat gedaan? God heeft niks gedaan. Het is wat je in je vorige leven hebt gedaan. Die heeft nu bepaald, de karma, de rapport, van hoe je nu het nieuwe lichaam gaat krijgen. Oké. Dat is hem. Jij praat over dan reïncarnatie. Als je hebt over mijn filosofie, over welke filosofie moet ik dan begrijpen dat jij over het hebt? De universele filosofie. En dat is? Het filosofie van God. En waar kan ik die vinden? In de Hindoe-Bijbel of de Boeddhistische Bijbel. Dat is de oudste Bijbel der mensheid. Oké, en dat is 5000 jaar oud? Nee, het is 5000 jaar geleden op papier gezet. Oké. Wij kunnen heel veel dingen praten, maar hoeven het nog niet op papier te zetten. Oké, het weer herboren worden, ja, hebben we over reïncarnatie. Ja. Nou, mijn vraag is, moet ik reïncarnatie zien als wederopstanding? Dat als Jezus is opgestaan. Zoals Jezus, ja. Ja, ja, natuurlijk. Alleen noemen zij het anders? De christendom noemt het anders. Wij noemen dat reïncarnatie. Alles reïncarneert. Je ziet toch dat ook alle papieren die tegenwoordig opgeraapt worden, het wordt gerecycled. Nee, maar Graham, de christenen zeggen dat je weer herrezen zal worden. Volgens de christendom, hè, Graham. Als je doodgaat, mm-hmm, heb ik met een priest gesproken van de religie, dat moet ik even zo noemen, Pentecostaal, en van de christendom ook, van de katholiek. Ze beweren dat als je doodgaat, blijft de ziel in het lichaam. Het lichaam wordt behandeld, het gaat de kelder in, en de ziel blijft wachten totdat de dag, de judgment day, dat Jezus weer terug op aarde komt, en dan hij de gekozen, de mensen die goed geleefd hebben, goede karma gepleegd hebben op deze wereld, meegenomen worden naar het paradijs, waar we straks gaan over praten. Dus hun filosofie is anders dan de universele filosofie die jij gebruikt. Hoe oud is hun Bijbel? Hoeveel psalmen telt hun Bijbel? Ik heb je toch net verteld dat er 1
echte Bijbel is. Dat is de Oosterbijbel waaruit alle Bijbels ontstaan zijn. Er is één grote oceaan. Er zijn zoveel meren en waterputten. Al deze Bijbels moet je optellen. Dan zijn ze misschien 500 psalmen. Het Hindoe-Bijbel bestaat uit meer dan 100.000 psalmen. En het is het alleroudste Bijbel der mensheid. Laat ze alle encyclopedieën open doen. Wat door blanke mensen ook geschreven is. Dan komen ze naar het alleroudste godsdienst en de alleroudste Bijbel der mensheid. Dat zijn de Veda's. Daar kunnen ze opzoeken waar ze het ook willen. Dan zien ze waar de waarheid is. Dit zijn allemaal kleine druppels die uit de oceaan gevallen zijn. En dan interpreteren ze uit die druppels. Maar dat wil niet zeggen nog dat je de wijsheid van de oceaan weet. Oké, Karam, even voor de duidelijkheid. Als ik het begrepen heb. Ja. Heb je me al uitgelegd dan wie de dood is? Nog niet. Ah, oké. Okay, wil ik zeggen. Wie is dan de dood? De dood opgeteld. Je hebt mij al uitgelegd wat leven wat is. Wat doodgaat. Nee, hoe het ontstaat, ja, om levend te zijn. Om levend te en zijn. Wat eigenlijk doodgaat, het lichaam. Het lichaam. Pardon. Want het ziel gaat nooit dood. Het is eeuwig. Ik heb je net gezegd. Okay. Het vuur gaat nooit dood. Hij wordt onzichtbaar en dan wordt hij zichtbaar. Wie is de dood? De dood, jij en ik en iedereen opgeteld. Wij zijn God, de doden. God erbij. Alles wat de houding aanneemt om te doden, dat wat gedood wordt, ziet de persoon die voor hem staat als de dood. Jij kan een hele goede vader thuis zijn voor je kinderen. Als je hele goede dingen doet, dan zien de kinderen jou als een soort God. Je bent lief. Op het moment dat jij een riem pakt of een kapmes pakt om iets te doden, dan ziet dat wat gestraft gaat worden jou als de dood. Wij zijn allemaal doders. Als hier een kakkerlak aan het lopen is en je neemt een slipper om die kakkerlak te doden, op dat moment ziet die kakkerlak jou als de dood. Jij bent de openbaring als de dood. De dood is niks anders dan het schaduw van God. Die op dat moment moet opstaan en jouw fysieke lichaam moet beëindigen omdat hij vindt dat je iets begaan hebt wat niet daar hoort. Of je kan ook zeggen van, je tijd is gekomen dat je dit lichaam moet verlaten. Dus je hebt verschillende soorten van dood. Je hebt dood door natuurlijkheid, dan ouderdom. Of ziekte. Door ziekte, ja, dus ouderdom. Maar je hebt ook bijvoorbeeld dat je vermoord wordt. Vroegtijdig doodgaan. Je hebt schijndood. En je hebt ook bijvoorbeeld iemand die jou eigenlijk kwam helpen om dood te gaan. Euthanasie. Ja. Die denken dat zij het recht hebben om jou te doden. Mag dat? Dat kan niet, nee. Als zij niet en dat kan niet ook niet volgens de universele... Nee. Kijk, als jij iemand niet het leven kan geven, dan heb jij het recht niet om iemand het leven te ontnemen. En een van de... Als we ooit nog over euthanasie zullen praten, dat komt wel in mijn boek heel goed over. En dan praat ik over, als je de Bijbel neemt, dan zegt God in een van de psalmen, Jezus zegt, gij zult niet doden. Dat is één. Neem je de medische wetboek, de grondlegger van de westerse medische wetenschap, Hippocrates, zegt van, nimmer mag de dokter een patiënt die vraagt om gedood te worden, iets geven die tot de dood kan leiden. Dus Hippocrates. Dus welke dokter heeft dan het recht om deze code, een eed die hij afgelegd heeft, om dat te overtreden? Kan niet. Dat is twee. Het strafboek wat elk land gebruikt, strafboek. Dat staat ook. Dat je nooit en ten nimmer iemand mag doden. Anders krijg je een minimale straf van bijvoorbeeld 15 jaar. Dus dan weet ik niet welke strafboek deze mensen gebruiken die euthanasie plegen. Dus daarover wil ik nog uitgebreid een keertje over in een ander programma praten over euthanasie. Want dat is geen makkelijke programma natuurlijk.